Hallo iedereen, welkom terug bij Average Snel. Mijn naam is Lars. En mijn naam is Nick. En mijn naam is Justin. Ja, en als jullie de vorige aflevering hebben gezien, dan weten jullie dat ik het over het geestelijk gehandicapte kind had. Nou, hier Hallo. Is hij dan. Nou ja. Hier was hij dan. Shit. Ik had gemist. No. Oké, ik zal je terug doen. Hier, kom terug. Oké, nou. Kom terug. Justin, kom terug. Justin, ik kies jou. Ja, precies. Keer terug. Ja. En dit is dus de gozer die we ontmoet hebben van onze alliantie van het mislukte YouTube-project. Waar we meededen van Mindtube. Dat helaas niet echt doorgezet, want wij waren heel goed. Dus we hadden dat is een beetje dood aan het gaan nu. Ja, want niemand die wilde meer meedoen, omdat iemand... Ik alles had gegriefd van iedereen. Nu maar hopen dat ze dit niet kijken. Ja. Nee, ze waren er al achter dat ik het was. Nee, ze waren er al wel deels achter dat ik het was. Maar, wat is de bedoeling? Wat ga je doen hier? Ten eerste, voordat je de hele tijd reclame gaat maken, je krijgt nu je moment om reclame voor jouw kanaal te maken. In een paar seconden. Leg uit wat je doet, waarom je het doet, wie je bent. Ik ben Justin, ik ben 15 jaar, mijn kanaal is Tuber Games op YouTube. Ik doe FIFA en Minecraft en ja, gewoon abonneren. Nou, als iedereen deze video pauze zetten, ga naar zijn meest recente video en laat een haatreactie achter. En dan moet je... Geef wel een like, maar later ja, het reactie. Nee, geef hem een dislike en dan dat vindt hij niet leuk als ik dat zeg. Nee, grapje, niet doen. Nee, wel, het is goed. En dan moet je op hem abonneren en dan de volgende dag moet je weer onabonneren. Zodat hij denkt dat hij mensen erbij heeft gekregen en dan ga je weer weg. Vind jij leuk om geestelijk gehandicapten te pesten? Nee, grapje. Doe wat je zelf wil. Oké, Justin, wat ben je van plan hier in deze VTB-spiel te gaan doen? Wat gaan we doen met jou? Ah, vertel maar. Ik denk dat ik eerst aan het begin even een beetje jullie ga helpen met bouwen. Of weet ik niet wat jullie aan het doen moeten. Oké, heb jij verstand van VTB's? Nee. Eigenlijk niet. Ik weet een paar dingen en dat is het eigenlijk al. Dit is bijna een van de eerste keer dat ik eigenlijk VTB speel. Wat kunnen we jou dan laten doen? Wat moeten we met jou aan? Ik heb een idee. Vertel. Oké. Ik heb een idee. Shit, ik heb meer marmer nodig. Ik moet terug naar de basis. Oké, best zo terug. Oh, wacht. Misschien kun jij beter hier wat gaan doen ondertussen. Ik denk ik ga naar Nick lopen, maar niet. Nee. Hier. Wat kan jij doen? Vertel mij. Oké, volg mij. Ik volg jou. Goed zo. Verdomme. Hup. Dit gaat moeilijk zonder iets. Wacht op me, Lars. Nu wilde ik naar de oude basis gaan, maar dan heb ik nog steeds geen idee wat we jou kunnen laten doen. Wauw. Nick, heb jij een idee? Ja. Wacht, ik heb een idee. Nou, ik weet niet. Nee, shit. Je kan me helpen slopen. Je hebt echt geen verstand van VTB's. Kom eraan. Nee, Creeper, stop. Nevermind. Wat gaan we met je doen? Ik heb een idee wat jij kan gaan doen. Hoe heet zo'n ding ook weer? Zo'n... Een swoop? Nee, dat is geen swoop. Wow! Een fiery sword heb ik gevonden hier. Hoe maak je dat? Kan je niet maken. Sword of set? Lukt dat stukje daar? Ik ga het proberen. Een scoop, Nick, heet het toch? Ja. Een scoop. Kut. Een taumium scoop? Of gewoon een scoop? Hoe maak ik een taumium scoop? Ja, taumium scoop is voor magie. Oké. Dus ik heb sticks nodig en een wol. Heb ik een wol hier? Justin! Hallo. Welkom. Justin? Ja? Ga op schapenjacht. Ik heb een wol nodig, oké? Schapie. Komt eraan. Dank u. Oké.
Eens even kijken. Ik heb hier hout. Boom. Daar kan ik stickies van maken. Stickies. En dan heb ik alleen nog een... Hoe heette dat ook weer? Wol nodig. Oddek. Ja, ja, heel moeilijk hoor. Nou, je bek. crafting table maak ik even hier. Zo. Zo. Volgens mij ondertussen echt al alles tegenkomen behalve schapen. Nice. Dat is heel erg mooi. Dank je, Nick, dat je me mooi vindt. Graag gedaan. Ik vind mezelf ook erg mooi. Ja, dat wist ik. Nee, grapje. Eigenlijk is het geen grapje. Ligt eraan. Je kunt het als een grapje opvatten. Ja. Waar blijf je met die schapen? Ja, ik ben onderweg. Jullie hebben allemaal van die high-tech gear aan waarmee jullie zo snel kunnen lopen. Maar nee, ik heb een schaap gevonden. Ik heb hem al gekild. Dankjewel voor je hulp. Je hebt er één nodig. Je kan mij wel helpen. Ik ben net bij schapen en zo. Oké. Okay. Je bent gewoon de hele aflevering aan het lopen. Ja, eigenlijk wel. Oké, kom terug. Doe het wel. Keer terug. Ik heb hier een scoop voor je. Waar ben je? Ja, ik ben aan de andere kant ergens. Ik ben 130 meter van Nikvaf. Hoi. Oké, ik kom naar je toe als ik je kan vinden. Je bent nu ook 130 meter van me vanaf. Ik zie je vliegen. Ik zie je niet. Oh, daar ben je. Hallo. Oké, jouw missie. Je krijgt een missie. Hier, ik heb er hier een scoop voor je. Jij gaat op zoek naar bijenkorven. En dan doe je met rechts klikt op de bijenkorf. Oké, okay, nice. Ik kwam er net volgens mij al eentje tegen, dus dat loop ik gewoon gelijk weer heen. Oké, okay, dan ga ik kijken of je dat goed doet. En als je het goed doet, dan mag je het alleen doen. En dan krijg je het vertrouwen maar alleen. Ik weet niet of je mij vertrouwen gunt, want ja, Nick en zo. Oké, okay, waar kwam iedereen tegen, zei je? Hier ergens. Bij die hoge bomen. Hier. Oh, een wolfje. Dit toch? Yeah. Ja. Gebeurt niks. Nope. Oké, dan sloop je met je linkermuisknop. Met de scoop. Ja, ik heb het. Ik heb 2 bijen en mossiekamp of zo. Goed zo. En dat ga je nu bij elke... Kijk, daar staat er nog één verderop. Ja. Zie je hem? Ja. En dan doe je dat gewoon tot in de eeuwigheid. Leuk, hè? Leuk, ja. Nee, maar totdat je er een beetje genoeg hebt. Want dan kunnen we namelijk... Hoeveel heb je er nodig? Ik weet niet precies. Hoe heet zo'n een apiary moet ik maken? Ik ga dat even opzoeken, oké? Okay? Apiary. Hoe schrijf je dat? Apiary. Ah, hier, ja. Een apiary. Ik heb een impregnated casing nodig. En dan hout eromheen en slabs. Hoe maak ik een impregnated casing? Ik heb een carpenter nodig. Carpenter. Carpenter. Ik weet je als met je carp. Dank je. Alsjeblieft. Carpenter. Oké, ik heb brons ingot nodig. En een sturdy gate. Oké, shaped craft. Oké, cool. Ik heb heel veel brons nodig, Nick. Brons. Ik kom net hier langs brons. Echt niet als koper wat je langskomt. Weet je zeker? Ja, want brons maak je van koper en tin samen te voegen. Je kan brons niet in de natuur vinden. Dan is dat zeker koper. Dus natuur en scheikunde. Natuur en schakkend. Oké, dus ik ga terug naar huis. Het oude huis, want volgens mij hadden we daar nog heel veel brons, Nick. Of in ieder geval de materialen om brons te maken. Want dat deed ik hier. Oh, sorry. Wow. Wat is er? Ik heb een village gevonden, boys. Ja, en? Nou, ik weet niet of jullie er al eens zijn geweest. Zie dit eruit of er mensen in waren geweest? Dan zie je meestal vernielingen of... Niet echt. Vandalisme. Nee, maar de chest is wel dicht. Oh, ik bedoel leeg. Dan zijn we er waarschijnlijk geweest. Ja. Oké, eens even kijken. Maar knap van je dat je het hebt gevonden. Ja. Ik voel me alweer allemaal speciaal, maar nee. Je bent ook special. Ja, speciaal gehandicap of wat? Inderdaad. Waarom heb ik allemaal troep bij me? Liefpijl. Ja, doe je liefpijl op de... Wat is dit allemaal? Wow, een pulverizer. We hebben hier obsidian dust. Een induction smelter.
Wow, Maarten is bezig geweest, John Nick. Ja? Ja. Allemaal rare dingen heeft hij, maar niet eens een carpenter. Waarom heeft hij geen carpenter? Kon hij niet inschatten dat ik dat nodig zou hebben of zo? Hey, maar jullie hebben helemaal geen wol meer nodig of zo? Jawel, als je het tegenkomt, kill ze maar. Ik zit nu in een gebied met heel veel schapen. Ja, kill ze maar. Wol is altijd handig, want dan kan je een nieuwe scoop maken als die kapot gaat. Ik heb heel veel troep in mijn inventory, Nick. Oeh. Ja. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Passant. Oké, Nick. Nick, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Wat was ik aan het doen? Brons ging ik maken, hè? Ja. Hoe maak ik ook weer brons? Oh, ik weet hoe ik brons maak. Ik moet even mijn macerator daar neerzetten. Oké, Nick, ik ben... Wat doe jij er nou? Hoi. Ik ga lava halen. Lava? Lava. Wil je wat je spraakgebruik? Splakgeblak. Ik ga wafel halen. Ik ga wafel halen. Wafel. Mama, ik ga wafel halen. Mama, wafel. Wafel. Yay. Oké, dat gaat dan weer net iets te ver. Ja, dat creep me out, man. Oké. Okay. Nick, ik heb hier lava. Oh, ik heb ook wel lava, dank je. Je bent nutteloos. Oké, deze gaan we even aan het oors gaan we... weet je wat, we doen daar nou gewoon even dat... Paniek, ik word hier achterna gezeten door een skelet. 1 en 2. 2-2-1. Hij vindt je best aantrekkelijk volgens mij. Ik hoop dat je... Ja, dat merk ik. Dat snap ik ook wel, maar... Ik wil niet doodgaan op dit moment eigenlijk, want ik heb nog maar één hartje. Hebben we je helemaal geen armor gegeven of zo? Nee, niks. Dat was toch de eerste bedoeling? Oh ja, dat klopt. Oké, okay, ik heb hier de electric furnace, een compressor, plate bending machine, een macerator, dat heb ik nodig. Een macerator. Geweldig. En de kabels. Oké, okay, aan de kant, hond. Hond. Ja, ik heb een hond, Nick. Ik noemde niemand hond of zo. Ik heb een hond. Nu. Oké, okay, deze hierin. Goed zo. Wat moesten we... Hey, maar als ik dan even wat armor kan krijgen voor jullie, zou best wel chill zijn, want anders ga ik elke keer dood en dan heb je ook geen spullen straks. Oké, okay, kom maar terug, dan geef je armor. Oké, okay, koper hadden we nodig. Waar is mijn koper dus gebleven? Oh, hier. Oké, okay, cool. En ik had tin nodig. Ik heb tin oor nodig, Nick. Tin oor. Ja, kan je even in de oude baas kijken of je tin oor kan vinden, daar in die kist? Ik ben net weer weg. Ja, maar je bent dichterbij dan ik. Of niet? Nee, ik ben Oh nee, shit, weer. Je bent daar. Ik ga wel. Ik ga wel weer, hoor. Lars, heb je nu armor bij je? Nee. Shit. Maar ik maak wel even daar voor je. Nee, in de kist. In de eerste kist van die kisten achter elkaar, hè? Ja. Daar zit heel veel ijzer in, daar kan je armor van maken, oké? Okay? Oké. Okay. Ik ben een leger aan het maken. Een leger? Hondenleger. Ik heb al 3 honden nu. Ik ben blij. Ja, dat merken we. Ja, hondjes. Oké, okay, jump. Zo, gewoon in 1 keer. Ik ben echt professioneel, Nick. Ja? Ja. Gefeliciteerd. Sukkel. Alright. Nick, kun jij me even naar jou toe tp'en? Want jij bent dichterbij dan ik. Bij waar die dood is gegaan. Oeh, sticks heb ik zo nodig. Thank you. Awesome. Oké, okay, ik heb hier wel even genoeg, denk ik. Oké, okay, terug naar huis. Dat was een mooie solo. Dank je. Op het laatste duo, maar... Ja, dat was even een duootje op het laatst, maar... Duo Penotti, 2 kleuren in een potty. Want als jullie het nog niet wisten, Justin is zwart. Dus, oké.
Oh, was dat vreemd om te zeggen? Ja, eigenlijk, eigenlijk was het nog niet van plan om dat zeg maar op internet te zeggen, maar ja, het is nu toch al gebeurd, dus... Ja, maar je hebt facecam mensen... bij je video's, dus je kan het moeilijk ontkennen. Dat is waar. Nee, ik ben niet zwart hoor. Nu gaan mensen helemaal naar je kanaal om te kijken van, is hij echt zwart? Ik heb nog nooit een zwart persoon gezien, denken ze dan. Oh mijn god, dat is voor mij de eerste keer. Ben je terug al? Ja, ik ben terug. Okay. Ik sta echt fijn. Nu sta ik bij je. Oh, hallo. Hallo. In de achterste kist. Ja, voorste zei ik eigenlijk, maar dit is hem, de voorste. Ja, zie okay, je al dat ijzer? Ja. Maak daar maar je dingen van. Oké. Okay. Die armen. Is dat goed genoeg, denk je, voor je? Ik heb trouwens een zombie brain. Ik weet niet of dat iets oplevert of zo. Nee, gooi maar weg. In de lava. Kijk, heb je mijn vuilnisbak al gezien? Ja, dat heb ik gezien toevallig, ja. En maar hoezo gooi je al dat steen weg dan? Want ik werd toch gewoon gebruikt voor de bouw of zo? Ik weet niet hoeveel we er hebben. Weet je hoeveel? We hebben al een hele, echt meerdere dubbelkisten vol met alleen maar steen. Oh, never mind dan. Laat dus, me, ja, oké, dat snap ik wel. Dus nu gooi ik het gewoon weg. Anders is het echt, neemt het zoveel ruimte in. Oké, okay, we hadden hier ook nog een furnace. Een iron... Een electric furnace. Oh. Hey, ik gooi die bijen dingen. Ja? Die gooi ik in de achterste chest, maar waar ook de iron in zit. Goed idee van jou. Dat dacht ik. Oké, okay, ziet dat ik hier. En dan... Oh, shit. Hoe werkt dit ook weer? Oh, ik heb nog helemaal geen zwart. Wat was ik aan het doen? Oh ja, brons aan het maken. Waarvoor was ik ook weer brons aan het maken? Macerator? Nee, een apiary ging ik maken voor een bijenkorf. We gaan een bijenkorf maken. Een bijenkorf. Hoe kunnen jullie geen hout hebben? Hoe kun jij zo zwart zijn? Ja, weet ik niet, man. Het gebeurde gewoon. Ik was eerst eigenlijk blank, weet je, maar ik weet niet. Omgekeerde Michael Jackson. Ik werd wakker en toen ineens was het zo. Nee, hij is het omgekeerde Michael Jackson. Kun je ook Michael Jackson geluiden maken? Nee, omgekeerd Michael Jackson geluiden, hè? Nog lastiger. Hier, wil je wat hout verzamelen? Hier, je mag mijn klauw wel verlenen. Hier. Paniek. Hier, mijn klauw. Hier, doe eens wat voor dan. Ik wil wel eens het horen. Oeh. It was at this moment that he knew he fucked up. Is dat Michael Jackson? Nee, dat is Morgan Freeman, maar dat maakt niet uit. Echt niet, het klinkt totaal niet als Morgan Freeman. Maar ik vroeg hem niet op hem, ik vroeg omgekeerde Michael Jackson. Maar ik vroeg toch ook niet om jou, maar jij bent er ook. Ja, maar dat is nou eenmaal zo. Je smeekt ons om mee te doen. Ja. Dat is bullshit. Echt zo, buiten de aflevering op. Alsjeblieft! En dan opnieuw ga je opeens zo doen. Ik wel een beetje naar van je hoor. Het leukste is nog dat mensen het gaan geloven. Lars, ik weet niet of het heel veilig is omdat een nucleaire bom op ons dak staat. Hoe bedoel je, staat op ons oude dak staat een nucleaire bom generating. Oh ja, die staat er nog steeds. Ja. Oh ja, maar hij is leeg. Oh shit, die moeten we ook nog een keer in gebruik gaan nemen, Nick. Is dat wel zo veilig? Ja, joh. Zo'n nucleaire... Als ik weet hoe die werkt, dus dan moet... Dat is nog erger, hè, dat ik niet eens weet hoe die Maar dan is Lars best wel gevaarlijk, want hij is al met het leger en zo. Ja. Ben je daarmee nog gevaarlijk met bommen en zo? Ja. Mijn duivelse lach werkt niet meer zo goed, Nick. Nee. Ik moet er echt nog op oefenen. Ik wil echt zo'n hele goede duivelse lach hebben. Ja, dat begrijp ik. Oké, okay, Nick, ik heb een sturdy casing nu. Ja. Apiary. Oké. Okay. Oké, okay, daarvoor had ik een impregnated casing nodig. En dat doe ik in een carpenter. Oké, carpenter. Oké, carpenter. Wat is dit? Een flying carpet kan je maken, Nick. Echt waar? Oh, je kan hem niet maken. Je kan hem... Hij bestaat wel. Hier, daarom moeten we veel meer van zulke werelden gewoon gaan verkennen eigenlijk. Ja. Oké, Nick, ik heb glas nodig. Heb ik zand? Ja, hier zand. Oké, cool. Oké, die eruit. Die erin. Die ga ik glas maken. Ik ga u even een beetje mooie glasjes maken. Wat ga je maken? Glas. Voor?
Weet ik veel. Hoeveel glas had ik nodig? 2. Oké, okay, dit is genoeg, Nick. Dit is genoeg. Nick, ik ga een carpenter ga ik maken. Wow. Carpenter. Carpenter. Oké. Okay. Ik heb hier een carpenter, Nick. Ja. Ja. En wat doet het? Goeie vraag. Oh, wat doet het? Ja. Ja. Wat doet het? Ja. Lars, dat is niet echt. Ja. Het kan hout in hout dingen maken. Au. Werkt dit zo? Shit, ik heb houtdingen nodig, Nick. Je hebt houtdingen. Shit, hij heeft mijn klauw gestolen. Kom terug met mijn klauw. Ja, waar ben je? Ik ben nu bij je. Oké, okay, verzamel boomstammen voor mij, oké? Okay? Dus nog geen hout maken, maar boomstammen. Ik heb een hele stack van. Echt? Geef. Dank je. Wil je klauw terug, Rans? Nee, nog niet, dankjewel. Oh my. Oké, volgens mij... Huh? Het klinkt alsof hij iets aparts heeft opgemerkt. Ah, krijg de pleuris, fucking ding. Is dat mijn klauw erbij? Even serieus, had je mijn klauw erbij? Als het goed is, heb ik die ergens naar buiten nog gekleurd. Voordat ik het 20 keer in werd geduwd. Oh yes. Dus je moet even zoeken, je moet er even buiten zoeken. Oh mijn god, je bent een held. Oh, dat is echt nice dat die niet weg is. Weet je hoeveel tijd dat kost om die te maken, hè? Anders had ik je in het echt opgezocht en doodgemaakt. Oké. Maar dat hoeft gelukkig nu niet meer. En met de nadruk op als het goed is, hè. Als het goed is, ligt het. Ik heb hem hier. Ik was hier toen pleurde ik hem er zo uit. Maar ja, ik heb hem. Nee, maar... Heb je hem? Ja. Heb ik. Nice. Phew! Gaat hij me niet vermoorden. Dat heb je goed gedaan. Dank je. Oké, okay. Hoe werkt dit? Energy required. Oh, een engine is hierbij nodig. Heb ik nog een elektrische engine? Energy is nodig. De eerste aflevering dat ik meedoe, ben gewoon rustig 2 keer dood gegaan. Don't blame me. Het is niet het slechtst, diegene die we ooit gehad hebben. Waar ben je nou? Ik? Hier? Ja, kom terug. Hier. Dank je. Zo. Ah, oké. Okay. Goed zo. Top. Een engine had ik nodig hiervoor. Oké, cool. Kan ik dit weghalen? Kan ik deze... Het enige wat ik niet meer heb is dat ene ding voor die bijen, man. Ja? Dat is wat ik niet meer heb. Dus als je me even snel vertelt hoe je die maakt... Dat heb je niet meer? Nee. Oh. Die is wel ingevallen, helaas. Heb je wol? Ik heb hier wol. Oké. Hier. Oké, ik ga er weer eentje voor je maken, oké? Is goed. Eens even kijken. Sticky, 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 sticky. Wol. Scoop. Waar ben je? Hier, voor je. Ik heb een gold cable opgepakt. Hier. Hier, dan krijg je deze terug. Niet? Oké, eens even kijken. Dus als het goed is, kan ik hier nu dit doen. Deze hier. Dan... Deze hier. Oh, nee, shit. Hond, aan de kant! Mijn honden zitten in de weg. Oké, honden, kom hier. Zit. Maar hoeveel van die bijen heb je zit. Nodig dan? Zit. Zoveel mogelijk. Komt goed. Okay. I'm working on it. I got this. Oké. Oké, deze weg. Oké. Is goed. Deze hier. Volgens mij met deze andersom. Ja, oké, hij doet het. Cool. Zo. Dat daar.
Waarom werkt het niet? Zo moest het, stond er. Oké. Apiary. Eens even kijken. Hier, impregnated casing. Oh, ik heb seed oil heb ik nodig ook. Oh, hoe kom ik aan een seed oil can? Seed oil can? Godverdomme, ik heb ook een squeezer nodig. Weet je wat, Nick? Ja? Nee, je weet niet wat. Ah. Maar dat gaan we later doen, oké? Oké. Ik dacht dat ik een creeper hoorde.